heilige taboulé. Dat is echt de nationale salade in Libanon, maar ook in Syrië. En ja, het is in het Midden-Oosten gewoon een graag gezien en trots gerecht op tafel. En het is een echte peterseliesalade, gemaakt met ook bulgur, extra fijne bulgur. En die ga ik hier alvast in de schaal doen een beetje. En wat heel belangrijk is, is dat je vooral niet te veel bulgur wil, want uiteindelijk is taboulé een peterseliesalade en geen bulgursalade. En ik doe daar wat citroensap bij, want eigenlijk wat ook leuk en goed is om te weten, is dat bulgur eigenlijk al voorgegaard is, gestoomd en daarna weer gedroogd. Dus het is niet rauw. Dus een beetje citroensap volstaat. En een klein beetje dat knappertje erin houden is juist ook super lekker. Dat hoort een beetje bij een taboulé ook. Gaan we verder met het belangrijkste karwei, de peterselie snijden. Zoveel steel willen we niet, maar een deel van die steeltjes is eigenlijk best wel heel lekker om erin te hebben. En het belangrijkste met het snijden van peterselie voor de taboulé is dat we het heel fijn gaan snijden. We zo heel fijntjes. Dus je ziet al, je moet een peterselie liefhebber zijn, want anders is deze salade niks voor jou. Ik heb dus zelfs een goede vriend in Libanon, die houdt niet van peterselie. Nou, dat is best wel ingewikkeld als je in het Midden-Oosten woont, want daar is gewoon alles vol met peterselie. Nou, dan gaan we verder met de lenteui, ook een zeer belangrijk onderdeel in de taboulé. Lenteui moet allemaal heel fijn gesneden worden. Het is echt een fijn gesneden salade. Het leuke is ook altijd met een taboulé dat iedereen zich altijd bemoeit met als de taboulé op smaak moet worden gebracht. Met citroensap, zout en olijfolie. En voor wat extra kick doe ik er zo ook nog een groen pepertje bij. En dat is eigenlijk iets wat ik geleerd heb van een hele lieve, goede vriend in Libanon. Het pepertje. Een groen Spaans pepertje. Het moet pittig zijn, niet mega heet. Dus je kunt bijvoorbeeld ook ervoor kiezen om bijvoorbeeld gewoon een deel van een pepertje te doen of een half pepertje. Ja, als je gewoon niet zo van pittig houdt. En dit heb ik eigenlijk ook in mijn boek een feesttaboulé genoemd. En dan gaan we de granaatappel openmaken. Nou, ik snij nu het kapje eraf. Het is ook trouwens de meest handige manier. Zo, als een soort van hoedje trek ik het eraf. Ja, komen er al wat pitjes uit. En dan zie je ook hoe prachtig die appel, die granaatappel van binnen verdeeld is in allemaal verschillende kamers. En dan maak ik dus inkepingjes waar die zaadlijsten lopen. Zo, even kijken. Ja, hier zit er nog één. Toch is het het beste om meestal wel een schortje aan te doen als je die granaatappel opmaakt. Of iets zwarts aan doen of zo. Nou ja, en dan is het eigenlijk gewoon een fluitje van een cent. Het is een vrucht die symbool is voor vruchtbaarheid, voor gulheid, gastvrijheid. Nou ja, en hij is natuurlijk ontzettend mooi en ontzettend lekker. Fris, zoet en zuur. En dan gaan we nu verder met de munt. Ook een onmisbaar onderdeel in de taboulé. Ik haal gewoon wat takjes los. En munt is ook iets wat je, ja, dat doe ik liefst altijd een beetje op het einde, want munt wordt snel zwart. Munt is ook echt iets wat je moet snijden en niet hakken. Nou, dan ga ik die munt ook heel fijn snijden. Moeten we eigenlijk nog twee dingen doen, twee belangrijke dingen, voordat de taboulé helemaal af is. Het is eigenlijk het nationale gerecht in Libanon. En het is ook precies een gerecht wat past bij warm weer en bij zonnig, zomer, fris. Belangrijk ook, er gaan tomaten in. Nou heb ik hier hele erg mooie, heerlijke tomaten, waarvan ik er gewoon een paar ga gebruiken. Nou, ik snij ze even zo horizontaal in plakken, want we willen kleine blokjes. Nou, en met hoeveelheid tomaten is het dan ook weer, er zijn allemaal van die dingen die je een beetje moet gaan aanvoelen met een taboulé. Maar ik denk op deze hoeveelheid dat ik zo met deze tomaatjes wel heel goed uitkom. Zo, lekker het sap en de juice er ook bij. En nu komt eigenlijk het belangrijkste deel van de taboulé, namelijk het op smaak brengen. Even mijn handen weer wassen.
Want een tabbouleh moet precies op de juiste manier fris-zuur zijn. Nou, als ik het zo zie, is de hoeveelheid bulgur net goed of net een heel klein beetje erbij. Dan gaat er flink even wat zout in. En dan special touch, een beetje seven spice. Dat was dus dat mengsel met piment, kaneel, warme specerijen. Wat ook iets is wat mensen in Libanon geregeld doen in het Midden-Oosten. Wat granaatappelmelasse. Rijkelijk. Nou, nog wat citroensap erin. Zo. Nou, eens even kijken hoe het nu is. Hij moet eigenlijk precies genoeg vochtig zijn. En de laatste touch gaat zijn wat olie. Een lekkere olijfolie helpt ook altijd. Oh, een fris groene, lekkere, fruitige, heerlijke olijfolie. En dan de special touch voor deze tabbouleh. Dat is echt wel iets wat niet klassiek is, maar wel, er zit wel logica in, want rozenknopjes worden veel gebruikt in de Midden-Oosterse keuken. En die verkruimel ik dus boven de tabbouleh voor een extra feestelijke touch. Dus ik noem dit ook, zeg maar, mijn feesttabbouleh. Die rozenknopjes, die kun je nu best wel geregeld vinden in Midden-Oosterse winkels, supermarkten, Turkse, Marokkaanse winkels, online en soms zelfs bij de supermarkt. Nou, en dan meng ik de tabbouleh nog even lekker en dan voel je ook dat hij juicy is en sappig. En hij is ook een lust voor het oog met al die mooie kleuren en al dat groen. Het is nou echt een salade om heel blij van te worden. En als je eenmaal zo'n tabbouleh hebt gegeten, nou, ik garandeer je bijna, je bent hooked voor het leven. Nou, en dat hadden jullie vast al gemerkt dat ik hier natuurlijk enorm van hou. En ja, kijk nou hoe prachtig en heerlijk die tabbouleh hier op de schaal ligt.